heren, welkom bij het springkampioenschap. Ik zal nu even de baan voordoen. Het is een moeilijk parcours. Ik zal even de baan voordoen. Bij mezelf. Ik moet trouwens ook even omvallen. Hoppa, zo. Zo. Hekken kunnen omvallen, hoe? En zo. Zo. Zo, dan neem je deze als laatste. En dan kom je bij de sprong des doods. Hij is zo moeilijk omdat er een waterbak daar ligt. Hoppa. Dank u wel. Nieuw record. Zo, ik zal hier gaan staan en zal in de statistische mee roepen. Ik zal voor Oost gaan staan. Oké, okay, dan krijgen we de eerste rutter. Snelle renner en zijn bijrijder. Natasja. Van de glorie genieten. Ze rijdt even een ererondje. Maar misschien wint ze wel. Wacht. Natasja die heeft het parcours verkend. Oké, en er ligt nog één paal, het hekje ligt om. Die wordt even door het koerteam wordt die omgeraan. Goed gezegd. Hij is goed gedacht. Oké, okay, daar gaat sneller raar. Hij begint hier. Kan hij even een snelle renner aanlopen hier. Mooi sprong. Oh, hij tikt er een af. Jammer. Snelle renner is van de snelheid, niet van de punten. Oeh. Jammer. Hier sneller had hij altijd goed in. Dat komt niet door zijn sprong. Dank u, snelle renner met de bijrijder van Natasja. En hoeveel punten hebben zij gekregen? Nou, hij heeft 4 strafpunten. Nee, hij heeft tenminste elke balk. Elke balk heeft 4 strafpunten. Dus deze balk 1 keer 4. Dus hij heeft dan 4 strafpunten. De tijd is vergeten erbij opgenomen. Hij heeft nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 strafpunten in totaal. Hij heeft een snelle tijd gehaald, maar ja, jammer. Ja, jammer. In totaal heeft een snelle redder 7 punten. Wauw. 7,6 punten. Ja, en ik dan? Ezo, jij mag niet meedoen. Oh ja, sorry. En dan gaan we nu. Little Lady. Hi, ik ben Little Lady. Ik ga ook. Zijn met Hengst. Oh, ik wil alles goed zetten. Deze man. Ja, ik zal doen. Even terug op zoals die hoort op bijvoorbeeld. Nee, die, dat is. Nee. Zo, Hengst gaan we. Oké, okay, snelle renner, die staat ook weer terug bij de groep. Niet te praten. Ren maar! Yeah, I like myself. We weten dat Hengst heel veel van zichzelf houdt, dus hij laat meestal veel trucjes zien. Freestyle. En deze heeft Henk. Oeh, hij valt per ongeluk om. Maar Henk slaakte er niet aan. Dus die zullen we niet meetellen. Hier, deze heeft Henk nog nooit gehaald. Omdat hij er altijd trucjes bij doet. Zal zijn nieuwe bijrijder het wel halen. Little Lady. Net buiten de bak. En ja, Hengst heeft geen strafpunten omgeleverd. Oh yeah, I like myself. En met een tijd van, met de tijd die we berekenen, heeft Hengst 9 punten. Oh yeah. En we hoeven niks op te ruimen omdat Hengst het zo goed deed. Dus de volgende is de duistere rijder.
elfje. Hij begint. Hoppa. Hoppa. Oké, in de snelle tijd alleen. Hij heeft er een paar overgeslagen en met zijn vleugels heeft hij er een paar laten wiebelen. En, oh nee, nee, hij wiebelde en hij viel er nog af ook. En daar is er nog een afgevallen. Door zijn vleugels. En eentje ligt schuin. Oeh. Tijdens het bezem, maar wat zal er gebeuren? Hij valt toch tijdens het bezem, maar jammer. Dat betekent dat hij heeft gekregen 6 punten. Ah, verdomme. En ik dan? Ezel. Zo, de opruimer zal weer even bezig zijn met op. Een wolf! Een wolf! Een wolf! Elan begint ineens. Een wolf! 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 Huh? Wat doe je? Drinken. Wat? Soep. Ik lust geen soep. Huh? Wat zei je nou? Soep! Nou je zin! Ik lust geen soep. Jammer. Ik lust wel water. Goed genoeg. Dat is het ook. Oh, wacht. Ik kom zo verdrinken. Ah, een wolf! Wat, dat kan niet. Eland heeft de beste tijd tot nu toe. Hij heeft 9,9 punten. Huh? Is dat goed? Ik ga weer staan. Rotwolf. Ik heb genoeg gedronken. Dat is onmogelijk. Eland had zich niet eens ingeschreven. Oké. Dan gaat nu... Sprenger. Nee, ik wil! Ik wil! Ik wil! Hé, hey, wat doe je? Ik wil! 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 Want ik wil! Ik wil! Ik wil! Ik wil nu! Mocht ik? Je hebt de beste tijd! 10 punten voor Ezel! Oh, dat goed? Heel goed! Dank je, denk ik. U ziet Springer natuurlijk. Wat gebeurt er met Springer? Springer, ga dan! Springer, ga dan! Springer, wat gaat deed je? Boom. Springer, neem hem! Springer, wat doe je? Wat is er? Oh, je ruikt niet van het groene. Zo beter? Even weer vastklimmen hoor, Springer. Dan kunnen we weer verder. Het is gelukt. Wow, omdat Springer zo'n mooie salto aan het eind had gedaan. Terwijl hij jammer genoeg wel. Wat gebeurde er eigenlijk? Hij was ineens bang voor groen. Apart, want bij sommige stukken waar hij groen bang vond, daar hoort eigenlijk rood. Er hoort overal rood te zitten. Maar er zat toch ineens groen. Apart. Heel erg apart. Nou ja, omdat je toch nog zo'n mooi zat had, is je score 9,8. Dank je. Dus de winnaar is Ezel. Oh. Dank je, dank je, dank je. Tweede is Eland. Is dat goed dan? Maar Camille, kom eens even. Ja? Mm.
zo kan hij wel weer. Oké, maar ik wil samen met hem op de tweede plek. En daar is Springer. Dank je. Je mag nog, ben ik niet eerst geworden. Maar het maakt niet uit. Want ik ben wel goed. Gefeliciteerd, ezel. Is dat goed dan? Ja. En hier krijg jij een appel. Dank je voor de prijs. Snurkste. Oké. Kom op, wij gaan ook slapen. Het is een van de hekken. Slaap lekker. En zo werd ezel dus niet uitgelachen en kreeg hij dus zijn verdiende prijs. En hij slaapte nog lekker zacht. Ik ben ook moe.